Jongeren hebben het steeds moeilijker om werk te vinden. Bij de lagere school dan is zelfs 1/3 van alle jongeren meer dan een jaar op zoek naar een job. Jury van Hulpes van de VDAB legt uit hoe dat komt. Ja, ik denk dat het vooral conjunctuuroorzaken zijn die aan de basis liggen van een vroeg jongerenwerkloosheid. Iets wat we trouwens niet alleen merken in Vlaanderen, maar wat ook in Zuid-Europa zeer manifest aanwezig is. In Griekenland, Spanje, Portugal, waar jongerenwerkloosheid 50% of meer bedraagt. Het is ook iets typisch voor grote steden. Dus we merken dat in Gent, we merken dat in Brussel, waar de jongerenwerkloosheid ook ongeveer 50% is, als ook in Antwerpen. Dus het heeft ook iets te maken met een grote stadproblematiek. Ik probeer vooral spontane sollicitaties te doen, dus naar winkels gaan of naar bepaalde dingen gaan en daar cv's binnen steken. En vooral ook online zoeken en als er zo bijlagetjes zitten in de krant of zo, daar ook een keer in bladeren. Een punt waarop veel jongeren afgewezen worden, is het gebrek aan ervaring. Maar wie nooit aan de bak komt, kan ook geen ervaring opdoen. Bij Future Talents proberen ze jongeren daarom aan een eerste job te helpen, binnen hun studierichting, om de eerste ervaring op te doen. We helpen jongeren eigenlijk aan een betaalde korte stageplaats. Zo zien wij dat. Zij komen hier binnen en kunnen meedraaien met ons in het kader van het project. Jongeren die niet meteen een job vinden, krijgen vaak de stempel lui toebedeeld. Nochtans spelen er buiten de motivatie van de jongeren nog een hoop andere factoren een rol. Ik vind dat vooral als je op zoek bent naar werk en niet direct werk vindt, vind ik wel dat je heel snel zo de stempel krijgt dat je lui bent en dat je niet genoeg zoekt of dat je niet wilt zoeken, dat je geen werk wilt hebben, dat je een profiteur bent. Ik denk niet dat jongeren luier zijn dan pakken 20, 30, 40, 50 jaar geleden. Ik denk dat iedere jongere op een bepaald moment ooit wel heeft gehoord van zijn ouders dat het niet zou lukken op een arbeidsmarkt. Maar ik heb dat ooit gehoord van mijn eigen ouders. Uiteindelijk hebben we dat ook gestudeerd, hebben we een carrière kunnen opbouwen. Ik denk dat het eigen is aan generaties dat ze elkaar op een bepaald moment verwijten dat ze lui en niet in staat zijn om te werken. Daar geloof ik persoonlijk niet in. Ik denk niet zeker niet dat die lui zijn. Ik denk dat ze gewoon een beetje de conjunctuur soms tegen hun hebben of de persoon die voor hen zit soms tegen hun hebben als ze niet direct aan hun job geraken. Je moet jezelf ook kunnen verkopen en soms kun je een supergoeie student hebben, maar die het niet zo goed kan zeggen. En dan heb je er die minder goed zijn, maar die een grote mond hebben en die dan zo wel op plaatsen binnen geraken. Mijn probleem is vooral het gemotiveerd blijven. Ik ben iemand die heel snel zoiets heeft van dit gaat nooit lukken en ik ben niks waard. En dat is wel moeilijk om dan te blijven geloven van je gaat uiteindelijk iets vinden. Voor de langdurig werkloze jongeren komt het er vooral op aan om door te zetten in een zoektocht naar werk.